Het is een... Spannend. Ik vind het wel echt heel spannend. Nou, terwijl ik eventjes ga koken, gaat hier ineens de muziek aan. Oké, daar komt hier in huis nu ergens een heel raar geluid vandaan. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hele goedemorgen, lieve Totties. Welkom bij een hele gloednieuwe video. Ik ben lekker alleen. Jessie is naar oom Elsje, zodat ik lekker kan stukken. Buitenkant is in principe klaar. Ik had het nog iets strakker gewild, maar ik ga het gewoon lekker verven. En dan gaan we wel zien hoeveel laagjes verven op moet. De binnenkant is nu ook helemaal voor de eerste keer gestukt. Ja, op een heel klein stukje na. Nou ja, anyway, daar heb ik het allemaal gedaan. En daar heb ik het gedaan. Die heb ik gestukt. Maar ja, dat heb ik allemaal net pas erop gezet. Dus het is nog nat. Dus dat gaan we straks uitvegen en glad maken. Maar mijn emmer was op. Dus ik zal een nieuwe emmer moeten halen voor het laatste stukje. Dan gaan we natuurlijk een bangetje uitzoeken voor het plafond. En in de nis. Maar ik denk toch dat ik dat in het voorjaar ga doen. Of het moet een hele lekkere dag worden dat het in ieder geval droog is, want daar moet ik nog tegelen. Alles één voor één, het is bijna 11:30. Jessie was niet heel erg gezellig vanmorgen, dus het was een beetje hectisch. Daardoor heeft Jess René, zo, ik ben zelf ook vrij hectisch, daarom heeft René dus geen lunch meegenomen. Ik kan wel eventjes een fietstochtje gebruiken, even ontspannen. Het miezet een beetje, nou dat kan ik wel hebben. En dan als ik terugkom kan ik het glad maken en daarna schilderen. Dan zijn we nog genezen om 2 uur, 3 uur klaar. Dus dan komt het helemaal goed. En ik moet Kit halen. Kit, dat kan ik misschien op terugweg meteen doen. Eerst even een eitje maken. Zo, volgende stap. Het is geschuurd. Ik heb alles schoongemaakt, stof vrijgemaakt. Ook weer even afgedaan met een vochtig doekje. Ik ben van het opruimen, dus ik maak echt altijd alles helemaal even schoon, doekje erover. Dat scheelt elke keer. Als je alles laat liggen, dan wordt het op een gegeven moment zo'n puinhoop, dat je er echt geen zin meer in hebt. Dus, dat heb ik gedaan. Het ziet er mooi uit, moet ik zeggen. En nu, René die heeft de lunch gehad. Die was lekker, kreeg ik net via een appje te horen. Nu ben ik terug. En is het tijd om de verf op kleur te brengen. En dat is iets wat ik ook nog nooit gedaan heb. Dat is eigenlijk een makkie. Want dit is de verf. En dit is de kleur. En die gaat dus daarin. En dan hebben we een mooie kalkverf. Rosso. 4 liter. Dat zou genoeg moeten zijn. Ik heb hierna nog wat gaatjes. Extra gedicht. Gedicht. Mijn hoofd maakt overuren. Gedicht, ik denk gelijk aan poëzie. Ik weet ook niet waarom. De verf mengen, dat gaan we doen. Een mooi kleurtje toch? Hallootjes, ik ben er ook weer. Hoi. En we zijn onderweg naar Aja. Juppie. Want jij moet de Kit hebben. Ik moet de Kit hebben. Emmertje. Stuk. Emmertje stuk. Ik wil even kijken voor wandpanelen voor achter mijn bed. Even kijken of dat past. Dus we gaan even kijken of we het allemaal kunnen vinden en of we slagen. Wat ben ik wit? Ik ben heel erg wit. Ik ben heel wit. Mega overbelicht. Ik ben mega overbelicht, jongen. Ik ben niet ziek. Ik moet het hoger zetten. Oh, meneer vindt dat ik het diafragma wat hoger moet zetten. Nou, oké dan. Kijk, daar komt hij. Hallo, dat is beter. Ik weet dat ik er normaal uitzie als een engeltje. Maar dit was een beetje overdreven.
En engeltjes produceren bengeltjes. Is dat een gezegde? Nou, dat is wel... Ja? Is mijn dat... haar, jongen! Ik heb Iris al geappt vandaag. Oh. Ik moet echt mijn haar dan goed wassen en dan gelijk drogen en krullen en zo. Want anders komt het eruit als zo'n... Nou, nu ben ik gewoon echt een schaap. De krullen zitten dan vooral hier, maar niet meer echt boven. Nee. Dolly. Dolly het schaap. Oké, doei. Een hele goede avond. Ik heb weer een super tof pakketje binnengekregen. En hij is echt heel tof, want hij is namelijk van het merk Tof. Het is een... helm! Maar niet zomaar een helm. Nee. Jullie weten allemaal dat wij van een beetje apart houden, toch? Ja, dat weten jullie wel. En zowel Sergio als ik rijden onder andere motor. En nu kwamen wij op het merk Tof, die de mogelijkheid geeft om te wisselen qua helm. Zonder dat je telkens een nieuwe helm hoeft te kopen. Want zij verkopen namelijk skins. Dit is de basishelm. Wij zijn voor het maatje M gegaan, want deze schijnen nog ietsje krapper te vallen. En met dat schapenhoofd van mij heb ik wel een beetje ruimte nodig. Hij zit echt super goed. Sowieso hou ik wel van dit model. Ik vind het gewoon heel leuk. En eigenlijk vind ik de basis ook wel gewoon heel tof. Wat ik al prettig vind is dat je aan de binnenkant, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ook ruimte hebben voor de oren. Dat is toch ook altijd prettig. Maar wij zouden Sergio en René niet zijn als we natuurlijk weer een beetje kinky skins hadden gekozen. Ik ga ze even laten zien. Ik ben zelf ook heel benieuwd hoe ze er in het echt uitzien. One. Kijk nou, wat grappig. Het is echt een soort, het is een stof. Het is rekbaar. Nou, wat grappig. Kijk, hij heeft ook nog een mooi schermpje. Ik ga eventjes uitzoeken hoe ik hem vast maak. En dan ga ik het jullie laten zien. Dus, we gaan van dit... Naar dit. Oh, kijk nou. Hoe leuk. Naar dit. Hoe tof is dit? Zebra print. Ja, ze hebben de naam wel heel goed gekozen. Want ik blijf het ook maar zeggen. Ik vind het echt, echt heel erg tof. Want we houden gewoon van net wat anders dan anders. Soms heb je bepaalde kleding aan en dan denk je, ja, daar past deze echt niet bij. Dat vloekt. Huppakee, andere skin erop en je hebt gelijk een hele andere look. En iedereen denkt dat jij gewoon telkens een andere helm op hebt. Maar dat is niet. Ja, ik vond deze dus ook heel erg leuk. Dit is volgens mij een limited edition. En het leuke is dat deze helm eigenlijk de juiste grootte is dat volgens mij Sergio hem ook zou kunnen dragen. Dus dan kunnen we gewoon samen de helm delen. En de ene keer doe ik deze skin om en de ander. Hoewel je weet dat Sergio gek genoeg is om ook gewoon deze te dragen. Maar ik vind het echt ontzettend leuk. En hoe werkt dit nou? Het werkt dus eigenlijk met een randje die er omheen zit. Kijk, deze. Die klik je dus. Nou ja, klikken. Je schuift hem eigenlijk... daartussen. En overal zit dus een plastic randje om. En die schuif je er dus eigenlijk gewoon zo in. Het is wel even puzzelen, moet ik zeggen. Je moet het eventjes leren kennen. Maar wat in ieder geval belangrijk is om te weten, is dat het logootje dus aan de achterkant zit. Anders denk je, huh?
Hoe zit dat? Kijk, hier zo. Dus, dit zijn de lipjes. En dan doe je hem dus eigenlijk aan de voorkant, daartussen. Kijk, en dan trek je hem gewoon zo naar achter. Nou ja, en dan ga je dus eventjes aan de slag om hem overal er netjes tussen te krijgen. Maar dan heb je dus zo, voor je het weet, een nieuwe skin. Vind jij dit nou ook helemaal grappig? Ga dan naar tofhelmets.com. Kijk, en dan zie je, dat ze ook allemaal ook hele toffe kleuren hebben. Ik ben er blij mee. Tot later. Een hele goede middag. Leulip, dat is. Het is zondag. En wij zijn onderweg naar Tilburg voor een familiereunie van deze kant hier. Ja, dat is altijd heel leuk. Dat doen ze in principe elk jaar. En zij hebben een aardige grote familiekring. Ja, het was... Lig je lekker. Het was groter. Ja. Helaas zijn er een hoop heen gegaan. Waarmee? Ja, maar jij staat ook op de camera, schat. Nee, ja, open. Oh, maar we hoeven geen opening te maken. Dat hebben we al gedaan. Wil je ook wat zeggen? Waar gaan we vandaag naartoe, Jessie? Naar ja, oma Aya. Ja. En dan? Snoepjes. Snoepjes. We gaan toch naar een feestje? Ja. Ja, ik heb er wel zin in eigenlijk. Ik ook. Om iedereen weer te zien. Het is lang geleden. Het is inderdaad lang geleden. Ik denk dat ze zullen schrikken van hoe groot Tessa Zilver is geworden. Hoewel de meesten natuurlijk wel voorbij zien komen. Op Facebook, Instagram, ja, de vlog. Ja, in het echt is dus. Inderdaad. Nou, en, ik moet inmiddels weer heel erg passen. Jij moet inmiddels weer heel erg passen. Dan gaan we gewoon eventjes stoppen. No stress. En zo, maar Jessie die is down with fever. Ja, dat is warm. Dat is 39,4. We gaan maar lekker terugrijden naar Jess. Ja. Een hele goede morgen. Nou, vanochtend had Jessie Zilver nog steeds koorts en wel 39,6. Dus wel echt super hoog voor in de ochtend al. Dus gelijk weer wat paracetamol erin gedaan. Maar ik moet zeggen, het is niet aan hem te merken. Hij stuitert weer hartstikke rond. Gisteren was hij gewoon ook echt ontzettend moe. Waardoor hij natuurlijk extra ellendig was. Dus we blijven weer lekker thuis doen. Even rustig aan. Behalve Sergio, want Sergio is ook gezellig thuis. Hoi. En die gaat aan de slag. Met de ombouw. En als het goed is, ga je vandaag verven. Ik ga nu beginnen zelfs. Oeh. Ik heb gekit. Ja. Ik ga eerst even iets aanpassen. Ja, we gaan even de instellingen aanpassen, want nu zijn we wel erg wit. Kijk, zo zien we er wat gezonder uit. Ja, ik heb de handige kit. Ik had een hele handige tip van Marius, van mijn zwager. Kitten en dan snel verven. En dan kun je de tape aftrekken en dan heb je een hele mooie rechterhand. Ja, dus eigenlijk als het nog nat is, dan moet je de tape er al afhalen. Ja. Dus ik ga nu snel verven. Hier... Spannend, ik vind het wel echt heel spannend. Ik hoop echt dat we blij gaan zijn met de kleur. Oh, het eerste laagje verf gaat erop. Spannend. Ben je klaar voor? Ja. Het is kalkverf, hè? Ja. Het is kalkverf. Moet je dat niet op een bepaalde manier dan aanbrengen? In rondjes of zo? Dat je een bepaald effect krijgt? Ja, dat moet niet. Dat mag. Dat gingen we inderdaad doen. Ja. Maar ik verwacht niet dat het in één laagje dekkend is. Dus nee. Voor de eerste één laag. Oké. Okay. Het eerste laagje ligt erop. Ja.
Ja, ik denk dat het heel mooi past ook bij de tegeltjes erbij. Ja. Spannend. To be continued. Oh. Gooi je gevoel erin, schat. Gooi je gevoel erin. Lig je lekker? Nou, ik heb wel eens beter gelegen. Zo, Sergio is ondertussen bezig met de randkitten. Want die was ook de hele tijd nog open. Dit is aan het opdrogen. Het is vrij licht. En er moet nog een tweede laagje overheen. En de bedoeling is eigenlijk dat het een beetje gaat wolken. Hè? Ja, dat kun je hij wordt heel licht. Nou, ik ben benieuwd naar het eindresultaat straks. Gaan we aarde erin doen? Ja. Oké. Okay. Dan hebben we een bloempje daar. Ja, die kunnen we daar dan in doen, hè? Ja. Ik zei zand, maar ik werd gecorrigeerd. Ja, nee, het is potgrond. Gaan we de tulpjes in doen? Tulpjes uit Amsterdam. Dan denk ik dat ze er nu eens op in moeten en dan nog een beetje erbij. En dan er ook bovenop inderdaad. Rustig, rustig. Oh, even pakken, zo poepelig. Prachtig, goed zo. Jij op de stenen blijven, hè, schat? Ja. Ga jij die daar zetten? Ja. Maar pas op dat je niet erin valt, hè? Nee. Zo. Ik ga wel even door de schuur. Kijk eens. Mooi zo, mijn Reggie. Zo. Bloei, mijn vrienden. Nou, terwijl ik eventjes ga koken, gaat hier ineens de muziek aan. Vind jij ervan, Jessie? Kun jij dat ook? Ja. Kijk, discolampje erbij. De paard en muntjes opeten. Maar is dat een paard of is dat een ander beest? Dat is een paard. Ezel. Paard. En die ging de munt opeten. Oh, ging die de munt opeten? Ja. En toen rolde die jongen, die opa rolde van de heuvel af. Nee, en toen? En toen ging het tafeldek op de paard op de ezel rijden. Ging de tafeldek op de ezel rijden? Ja. Nou, wat een goed verhaal. Ja. Toppie. Sneeuwwitje wou ze op de paard rijden. Oh. Piep. En toen ging ze helemaal slapen, zag ze. En toen ging ze helemaal, toen ging ze zitten. Lekker in de zon te liggen, om in de zon te slapen. Nou ja, dus ze ging slapen, toen werd ze wakker zo lekker om in de zon te zitten zo. Ja. Oh ja. Ja. Dat is een goed verhaal. Poepoei. Ja, helemaal top. Jessie, je mag nu even lekker een ijsje. Welk ijs heb je? Chocolade en karamel, hè? Ja, lekker. Dat mag als je ziek bent, hè? Dan raak ik nog steeds ruim 39 graden koorts. We gaan zo meteen lekker boven in bedje tv kijken. Dat is wel een hele grote hap, hè? Lijkt wel alsof die kindjes niet zoveel last hebben van dat brain freeze. Wat? 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 Wat zeg je nou? Brain freeze. Waar heb je het nou over? Toch wel, hersenbevriezing. Brain freeze.
Dat als je zoveel ijs tegelijk eet, dat je dan gewoon ineens zo pijn krijgt in je hoofd. Heb je dat wel eens gehad? Nee. Nee. Is het zilver? Ja. Hoe heet dit in het Engels? Weet ik niet. Ice cream. Ja, heel goed. Ice cream. Vind ik zo knap van jou. En wat is paars in het Engels? Purple. Ops. En geel? Yellow. Even zijn ijs op eten. En roze? Pink. Goed, hè? Blauw. Blauw. Ja. Groen. Groen. Nou, echt knap van jou. Het is de volgende dag. En Sergio is alweer druk bezig met het andere deel van de ombouw. Kijk. Ja, of had je toch liever wit willen houden? Too late. En ik weet niet of je het goed kan zien. Nu zie je aan deze kant niet meer echt goed het licht, hè. Maar ja, zo zie je het toch beter. Heel licht opgedroogd, hè. Heel licht opgedroogd, inderdaad. Ja. En juist die strepen die er nu in zitten, dat effect willen we juist. En we gaan eerst even een volle laag doen. En de tweede laag wordt alles met een beetje verdund water. Toch? Ja. Want dan wordt het niet met een verdund water, nee, maar wordt met water verdund. Goed bezig. Zo, ik ben klaar met klussen. Ik heb even gekookt. René is naar de yoga. En we hebben een buurjongetje die is hier aan het spelen. Want papa die stond in de file. Hè? Papa van de buurjongen die staat in de file. Dus die zijn lekker hier aan het spelen. Ik heb... Dat is mijn vriend. Is dat jouw vriend, hè? Ja. Ja. Nou, ik heb dit voorbereid. Een lekker overschotel met gehakt, sperzieboontjes, ertjes, burrata kaas er doorheen, tomatenpuree, ik weet niet wat ik al had gezegd, en lekkere kaas. Die kan dan morgen in de oven. Oh ja, knoflook zit er ook in. Ik heb lekkere edamme boontjes gekookt, voorbereid. Daarachter staat nog een lekkere hamburger. Gewoon allemaal dingetjes die we zo kunnen pakken. Daar een tartaartje, lekker een beetje olijfolie, peper en zout erop en citroen. En deze die zijn aan het ontdooien. En een lekkere fruitsmoothie. Nou, als dat niet gezond is, dan weet ik het ook niet meer. Dus, want ik heb gemerkt dat als ik niks heb staan en ik heb gewoon nog steeds... Die nachtcravings. Ik word gewoon om 1 uur 's nachts wakker. En dan denk ik... Nou, ik denk eigenlijk niet eens heel veel. Ik word gewoon wakker en met mijn slaaphoofd... struim ik naar beneden. Terwijl dat papa binnenkomt. Uit de file. Hey. Fuck my life. Ja. Ja, we spoelen even door naar de volgende ochtend. Want gisteren kwam de buurman... vriendje van Jesse ophalen... En daarna heb ik Jesse lekker naar bed gebracht en ben ik op de bank geploft. Maar ik was dus aan het vertellen dat ik gigantische cravings heb s'nachts. En volgens mij is papa aan de beurt met verkouden zijn en misschien een beetje ziek worden zelfs. En dus ik midden in de nacht naar beneden strompel om het lekkers te pakken. Dus... De bedoeling is om dat niet meer te doen. Het was vannacht heftig. Jess was veel wakker. Ik heb trouwens, om er eventjes van de hak op de tak te springen, heel veel supplementen gekocht. Bij Bulk. Nee, dit is geen reclame. Verschillende supplementen. Dit is iets van druiven. Gewonnen uit druif.
een speciale druif. Dit zijn omega, ZMA, daar zit zink in, magnesium, B6, multivitamines. En allerlei andere dingetjes. Ja. Ook een spelletje doen. Op de computer. Ja. Gaan we even een spelletje doen. En dan zometeen gaan we even wandelen, want wat frisse lucht zal jou ook goed doen. Ja, dus die supplementjes die heb ik hopelijk om wat dingen aan te vullen. Ik heb destijds bloedtest gedaan, daar kwam ook wat dingen uit. Hoog stressgehalte in mijn bloed en zo. Wat dan weer zou kunnen voortkomen uit een tekort van andere vitamine en zo. En als dat allemaal uit balans is, dan neemt... Ja, ik kom eraan. Dan neemt je lichaam ook alle stofjes die je dan eet. Want ik eet eigenlijk wel heel veel niet goed op. En daar zouden dan die supplementen bij helpen. Hey. Eerst nog even plassen. Oh, ik moet ook plassen. Dus schiet maar op. Doe je ding. Moet ik helpen? Ik ben al half uur klaar. Oh ja, half uur. Oh, een half uur ben je klaar. Nou ja, ik ga ervan uit dat het wel werkt. En, zo niet, dan misschien een placebo effect. We gaan nu even een spelletje doen. Ik heb, dit is trouwens wel mooi opgedroogd. Nou, laten zien. Heel zacht. Ja, peachy. Is net geen zalm. Ja, ik vind het heel mooi. Van die vegen erin. Toppie, dus dat ook weer. Daar ga ik vandaag niks meer aan doen, want daar heb ik echt geen zin in. En dan gaan we zo meteen maar eventjes gewoon lekker even wandelen. Even wat frisse lucht halen. En er is markt op het plein. Dus we gaan maar gelijk eventjes langs de markt en langs René. En dan hopelijk word ik niet ziek, want daar heb ik echt geen zin in. Ja, die heeft er wel zin in. Ja, dankjewel. En we gaan nu even een spelletje spelen. Oké, daar komt hier in huis nu ergens een heel raar geluid vandaan. En het lijkt het keukenblad te komen. Dus we hopen niet dat dadelijk ineens heel het keukenblad springt of zo. Nee, maar we deden net niks. En dan komt hij terug. Doen. Zit er een kabouter in? Nou ja, wat is dit nou voor huis? Oké, we negeren het. Misschien dat het dan... dat je denkt van, hé, aandacht. Dat was weer heel raar, hè, dit. Oh. Dacht je dat? Pas gewoon de pas begonnen. Jessie! Oké, kom eraan. Ja, ik dacht ook even dat Jesse naar beneden kwam. Ja, nou dat inderdaad. Nou, het zal wel niks zijn. Ja, ik hoor dat Sergio al wat over de ombouw heeft gezegd, maar ik wilde toch ook nog even mijn zeggen hierover kwijt. Alleen met dit licht is het wel heel erg groen, maar ik ben er wel blij mee. Ik vind het heel leuk dat die streepjes daar zo in zitten. Ja, al weet ik nog steeds niet of dat nou helemaal de bedoeling is geweest. Nee, ik denk het eigenlijk niet, maar ik vind het juist wel leuk. Ja, het is dat pigment wat gewoon een beetje is, gaan klonteren. En, is het gaan klonteren of is het gewoon niet goed gemixt? Ja, het is natuurlijk hoe je het wil noemen. Het is er niet... Zo, ik heb er even normaal licht opgezet. Ja, dit heeft... Sorry. Kees. Ik had even mijn momentje. Ja. Alek. Nee, dat is goed. Dus... Ja, mag ik de aandacht doen? Ja. Ik ben... Oké. Ja. Ja. Maar dit, dit is wel een beetje het Italiaanse effect, hè? Een beetje dat grof... Ja. Ja, hoe zeg je dat? Een beetje grof,
onafgewerkt Italiaans, zeg maar. He, dat wou je zeggen. Oh. Nee, maar ja, hoe noemen we dat? Ja, dat ja, Mediterraans. Mediterraans, ja. Een beetje door die donkere strepen lijkt het een beetje terracotta. Ja. En verder is hier, want hier, dat is ook heel onbedoeld eigenlijk, vind ik ook mooi dat er een beetje een wit waasje in zit. En dat is natuurlijk door die kalkverf. Dat is door die kalf. Kalkverf. Ja. Kalkverf. Zag ik ook hier en daar wat grovere stukjes nog echt kalk tevoorschijn komen. Ja. Ja, dus we gaan nog wel even een dun laagje eroverheen doen, maar meer grof om toch nog wat meer structuur erin te krijgen. Ik heb ondertussen alvast, kom niet later om de schilderijen weer terug te hangen. Ja. De posters. Ja, en de kleur verandert eigenlijk een beetje, hè? Want nu is het bijna een beetje oranje zalmachtig. Als het donkerder is. Maar als je dan daar kijkt, dan... Ja, in een ander licht, dan is het toch weer wat meer rozig. Ja. Nou ja, leuk. Ik ben er heel blij mee. Ik ben er ook blij mee. En waarschijnlijk gaat Sergio nu toch de binnenkant, deze kant, ook met die verf doen als we nog over hebben. Hè? Ja, we hebben nog. En in deze dagen, dat gaan jullie in de volgende vlog zien hopelijk, komt het behangertje voor het plafond. Daar hebben we ook weer iets speciaals voor uitgekozen, hè? Ja, want... Daar gaan we nog niet te veel over zeggen, maar wel... Daar komt weer een... eigenlijk een heel nieuw thema. Ja, deels. Ja. Deels. Ja, spannend, hè? Spannend. En we hebben ook besloten om dat ook hier te gaan doen. Om het ook daar even terug te laten komen. Boven op het plafond. Ja. En ja, de tegeltjes komen er natuurlijk ook nog tegenaan. Ja. Nou, het wordt weer helemaal leuk. Dus we hebben het klussen weer een beetje opgepakt. Althans, Sergio heeft het klussen weer een beetje opgepakt. En zo komen we weer een beetje verder. Ja. Dan? Stapje voor stapje. Stapje voor stapje. Ik wil ook nog even kwijt dat ik inmiddels in een week 1,6 kilo kwijt ben. Supergoed. Heel blij mee. Ja, we zijn ook lekker aan het sporten, hè, boven. En ik ben gisteren naar de yoga geweest met mijn buurtjes. Goed aan het eten. Ik probeer nu ongeveer elke dag 500 calorieën te verspillen met mijn bewegingen. Dus dat kan gewoon door het lopen op mijn werk en hè, het fietsen. Maar ook nog een beetje sporten erbij. Ja. Dus heb ik op 500 calorieën gezet. En jij? Ja, ik heb toen straks al verteld dat ik nog last heb van mijn nachtcravings. Oh ja. Weliswaar veel minder. En als ik dan ga, dan ja, hou ik het wel in bedwang. Ja. Maar de Snickers zijn inmiddels op. Oh, serieus? Maar, ja, er waren er nog twee. Er waren er maar twee. Nou ja, ik heb twee Jazzy gesleten. En één heb ik zelf op. Ja. Nu komt er wel in, maar nee. Ja, maar. Nou ja, de cravings dus. En verder wel verteld over mijn supplementjes. En ik heb nog niet verteld hoeveel ik ben afgevallen. Om en nabij de 2,5 kilo volgens mij. Dus dat ging wel redelijk oké. En verder, ja, toch wel een hoop leuke dingetjes de komende maand waar we nog niet zoveel over kunnen zeggen. We hebben de kaartjes opgestuurd voor degene die de bioscoopkaartjes gewonnen hebben. Hartstikke leuk. En hopelijk gaan we binnenkort ook koken. Ja? Eigenlijk toen ik met papa ging eten. Een mooie auto kreeg. Ja. We gingen vandaag chocomel eten. Dat bleef niet bij chocomel, want meneertje die wilde er een tosti kaas bij. En toen kreeg hij een autootje cadeau. Echt leuk, hè? Ja. Mag ik mijn auto laten zien? Tuurlijk mag jij je auto laten zien. Wauw, die is mooi, hè? Een hele mooie politieauto. Nou, we gaan deze jongeman even afdrogen en lekker eten. Ja. Hopelijk vonden jullie dit weer een leuke vlog. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we weer. Duimpje omhoog. En dan zien we weer bij de volgende video.